dat is om te beginnen. Ik wil ook de studenten op een aantal belangrijke dingen wijzen, zodat zij inshallah ta'ala het meest profijt halen uit kennis opdoen. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Als je kennis wil opdoen, sowieso is kennis opdoen niet makkelijk. Het is een zware taak. Maar het is wel noodzakelijk. Sterker nog, als je geen kennis hebt, dan kun je nooit Allah ta'ala aanbidden zoals het hoort. Want om Allah ta'ala aan te bidden zoals het hoort, daarvoor is geduld nodig. Zoals Ali radiallahu ta'ala heeft gezegd, geduld met het geloven is te vergelijken met het hoofd met het lichaam. Er kan geen hoofd leven zonder lichaam. Maar er kan ook geen lichaam leven zonder hoofd. Dus die twee dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Zo is het ook met het geloof en geduld. Maar om geduld op te brengen voor bepaalde zaken, daarvoor is kennis nodig. Daarvoor is kennis noodzakelijk. Allah ta'ala zegt over zijn goede dienaar Al-Khadir. Het verhaal van de goede dienaar Al-Khadir met Mozes. Ik denk dat de meesten van jullie het verhaal wel kennen. Staat in Surat Al-Kahf. Musa alayhi salam. Iemand vroeg aan hem: wie heeft de meeste kennis op aarde? En Musa zei: ik. En Allah ta'ala heeft hem berispt, omdat hij niet die kennis terugvoerde naar Allah ta'ala. Immers, Musa alayhi salam op dat moment, hij had wel de meeste kennis van zijn volk, maar hij wist niet wat er buiten zijn omgeving was. En toen heeft Allah ta'ala hem berispt. En hij heeft gezegd: ga naar een plek. Hè. Hij heeft hem ook aanwijzingen gegeven hoe hij daar aankomt. En daar zul je een goede dienaar van ons aantreffen die meer kennis heeft dan jou. Die kennis heeft die jij niet hebt. Natuurlijk hè, is Moosja meteen vertrokken met zijn knecht. Zo zijn profeten. Als er ergens kennis op te doen is, dan trekken ze daar naartoe. Zo is ook een echt student. En het verhaal is bekend. Ze vonden de goede dienaar van Allah ta'ala op die plek die Allah ta'ala heeft aangewezen. En Musa alayhi salam vroeg hem of hij hem mag volgen om van hem te leren. En Al-Khadir alayhi salam zei: je kan geen geduld met me hebben. Toen zei hij, en dat is het bewijs dat kennis noodzakelijk is, want voor geloof en voor alles eigenlijk. Want voor geloof is geduld nodig en voor geduld is kennis nodig. En toen heeft Al-Khadir gezegd: وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Hij zei tegen Mozes: u zult geen geduld met me hebben. En hoe kunt u geduld opbrengen voor iets waarvan u geen kennis hebt? Dat bestaat niet. En inderdaad, het is gebleken onderweg. Want het verhaal is bekend. Na drie handelingen van Al-Khadir alayhi salam, bij elk handeling zei Mozes alayhi salam van: waarom heeft u dat gedaan? Al-Khadir zei, want Al-Khadir heeft met hem een afspraak gemaakt.
Hij zei, je gaat met me mee, maar u mag mij niets vragen voordat ik u ga vertellen of ga verklaren wat u meemaakt en wat u ziet. Maar elke keer als Mozes alayhis salam iets zag dat hij niet kan verklaren en waarmee hij het niet eens was, vroeg hij aan Al-Ghadir van, waarom heeft u dat gedaan? En dan zei Al-Ghadir, heb ik niet tegen u gezegd dat u geen geduld met mij zult hebben? En dan zegt Mozes alayhis salam, u moet mij het niet aanrekenen als ik het vergeet. Ja, Al-Ghadir gaf hem nog een kans, maar toen zei hij, als je mij nog één keer vraagt, dan zal het afscheid betekenen tussen mij en u. En derde keer vroeg hij weer, toen zei Al-Ghadir, dat is ons afscheid. Hier nemen wij afscheid van elkaar. Ik vertel u, ik verklaar u datgene waarvoor u geen geduld kon opbrengen. Nou, het hele verhaal, waarom heb ik het hier aangehaald? Om aan te geven dat sowieso is degene die Allah Ta'ala het meest vrezen, dat zijn geleerden. Zoals hij gezegd heeft, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Slechts geleerden vrezen Allah. Sowieso. Maar daarnaast, kennis is noodzakelijk voor het geloof. Want alleen als je kennis hebt, dan kun je geduldig op de weg van Allah Ta'ala zijn. En dan kun je ook met geduld die weg volgen. Want de weg van Allah Ta'ala is recht, maar hij is omgeven door dingen die een mens haat. Is recht, is duidelijk, maar wel omgeven door dingen die wij niet, waarvan wij niet houden. Die een nefs haat. En dat betekent, je kan alleen je nefs tegenwerken en die weg volgen als je kennis hebt van Allah Ta'ala. Kennis hebt van het bestaan van jezelf. Kennis hebt van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Kennis hebt van wat er daarna komt. Wat ons allemaal te wachten staat. En als je die kennis hebt, dan kun je geduldig en op de juiste wijze, ook al word je door anderen slecht behandeld, ook al word je onrecht aangedaan, je blijft correct, je behandelt anderen op de juiste wijze, je doet niemand en niets onrecht aan en je gaat gewoon verder met geduld op die weg totdat je Allah Ta'ala ontmoet. Dat is heel belangrijk. Maar om meest profijt van kennis te hebben, moet je wel toch wel weten hoe je als student, moet gedragen. Op de eerste plaats, wat is een student? Ja, een student is iemand die kennis opdoet. Die op zoek is naar kennis. Betekent, daar waar kennis wordt verspreid, daar vind je hem ook. Maar uiteraard, je kan niet overal zijn. Want kennis opdoen is sowieso, de weg van kennis opdoen is heel lang. En je hebt maar een korte leven. En je moet ook nog zorgen voor andere dingen. Want je moet ook zorgen voor jezelf. Als je een gezin hebt, voor je gezin. Enzovoorts, enzovoorts. Daarnaast, je zit misschien ook nog op school. Je moet ook die opleiding afmaken. Met andere woorden, je kan niet overal zijn. Dus je moet je wel goed voorbereiden. Je moet je goed voorbereiden. Dat betekent, je moet op de eerste plaats sowieso keuze maken. En die keuze, die is niet vrijwillig. Want waar gaat het hier om? Het gaat om de kennis van
van dien. Niet om de kennis van dunia. Kennis van dunia is gebaseerd op, wie weet dat? Op experimenteren. Daar is kennis van dunia op gebaseerd. En dat betekent, je kan die gewoon overal vergaren, waar die te vinden is. Maar kennis van dien niet. Want kennis van dien is gebaseerd op de openbaring. En de openbaring is, qala Allahu, qala Rasulu. Allah heeft gezegd, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Betekent wel dat je die kennis alleen maar bij betrouwbare bronnen moet zoeken. En niet bij iedereen. En zeker in onze tijd. In onze tijd waarin maar weinig kennis is. Geleerden kun je optellen. Op je vingers als het waar. Dat komt doordat er weinig geleerden zijn. Sterker nog, echt grote geleerden. Er zijn maar heel weinig. Er zijn er wel geleerden, maar niet echt die grote geleerden. Waarvan je zegt, dat zijn geleerden die ook de ijtihad bezitten. Zoals dat heet, descriptionele bevoegdheid bezitten. Er zijn maar weinig. En dat betekent dat je wel goed moet uitkijken. Dus kennis is schaars. Onwetendheid is overal, heerst overal, is overal verspreid. De meeste moslims zijn traditioneel. Hun kennis is alleen maar afkomstig uit tradities van ouders, voorouders, bepaald gebied, omgeving. Dat is de kennis die de meeste moslims hebben. Meer hebben ze niet. En alhamdulillah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat ook aangekondigd. Hij heeft dat ook verkondigd. Hij heeft gezegd dat er heel veel fitan zullen ontstaan. Kennis zal schaars zijn. Onwetendheid zal overal aanwezig zijn. Overspel. Het drinken van alcohol. Het verlaten van het gebed. Moorden. Zonder enig reden vaak. Dat heeft hij allemaal verkondigd. Sallallahu alayhi wa sallam. Dat is openbaring. Allah ta'ala heeft hem geopenbaard. Dat gaat er komen. Dat gaat er gebeuren. Wij zien het nu. Wij maken het mee. Voor hem en voor zijn generatie en ook zelfs generaties die na hem kwamen, behoorde deze kennis tot kennis van het onzichtbare, de verborgenheid, ilm al-ghayb. Zij hadden die kennis niet, hè, want dat was er toen niet. Maar wij, voor ons is het niet meer, behoort niet meer tot kennis der verborgenheid, want wij maken het mee. Wij leven in deze tijd. En we weten allemaal dat kennis schaars is. Dat de meeste mensen, moslims of moslims, dat staan niet moslims, onwetend zijn. Het enige wat ze eigenlijk van hun geloof weten, dat is afkomstig uit tradities. Die vaak gebaseerd zijn op toevoegingen in de godsdienst. En die men op een gegeven moment als godsdienst is gaan zien en ook als aanbidding, waardoor ze dichter bij Allah Ta'ala komen, terwijl ze verder bij Allah Ta'ala raken. Dat is er allemaal. En je moet als student zijn een keuze maken en je moet alleen die kennis opdoen bij betrouwbare studenten en geleerden. Betrouwbare geleerden en studenten.
Want dat is de kennis van het dien. Zoals de imam Ibn Sirin heeft gezegd. En na hem Ibn Malik. Inna hadal ilma dien. Fanduru amman ta'khuduna dienakum. Inna hadal ilma dien. Voorwaar. Deze kennis behoort tot het dien. De kennis van het dien. Dus kijk uit bij wie je deze kennis opdoet. En vooral als je weet dat aan het einde van het tijdperk van de Sahaba, dat toen al bid'a zijn ontstaan. Toevoegingen zijn ontstaan. Groeperingen zijn ontstaan. Dus dat is heel vroeg. Wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft aangekondigd. Over deze umma, over deze gemeenschap. Dat die zich gaan verdelen, zich gaan groeperen. Dat er groepen zouden ontstaan. Enzovoort. Die een ander aqida zouden hebben. Dan de aqida van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die een ander manhaj, een andere methode gaan hanteren. Dan de methode van de boodschapper van Allah ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. Dat is heel vroeg begonnen. En het werd alleen maar erger en erger en erger. Maar alhamdulillah. Allah ta'ala heeft deze gemeenschap, deze umma, bewaard. Doordat hij in deze umma, op de eerste plaats doordat hij voor deze umma haar boek, dat is de Koran en de Sunna, bewaard heeft. En dat heeft hij gedaan natuurlijk doordat hij in deze umma een groep heeft bewaard die altijd op de juiste weg zal blijven tot voor het uur. En aan het einde van elk 100 jaar zal er ook een geleerde zijn die de godsdienst voor deze umma doet herleven. Dat wil zeggen, hij brengt de godsdienst zoals die neergedaald is weer terug bij de umma, de moslims. Het wil ook zeggen dat de moslims keer op keer weer terugkeren in bid'a en toevoegingen enzovoort. En daarom is nodig dat elke keer weer een geleerde komt die de belangrijke rol speelt. Zo belangrijk dat hij de umma weer terug laat keren naar haar dien. En je moet dus een keuze maken. En die keuze is niet makkelijk, zeker als beginnend student. Want ieder van deze groeperingen, ieder van deze individuen beweert natuurlijk dat hij de juiste weg volgt. Maar zoals men zegt, iedereen beweert een relatie te hebben met Juliet. Of Leila in het Arabisch. Maar zij bevestigt die niet. Dus ja, je kan wel beweren natuurlijk. Je kan van alles zeggen. Zoals ook mensen zijn die zeggen van, wij houden van Allah. Maar ze volgen niet de weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Je kan het wel beweren. Maar die bewering klopt niet. Joden en christenen hebben gezegd, wij zijn zelfs geliefden van Allah. Wij zijn de zonen van Allah en geliefden van hem. Je kan wel van alles dan nog wat beweren. Maar de werkelijkheid is toch anders. De werkelijkheid is toch anders. En daarom is het van belang dat je altijd terugkeert naar de eerste 3 generaties. Dat zijn de generaties die geprezen zijn door Allah Ta'ala. Een echt student, of laat ik eerst beginnen met een echt geleerde,
En een echt student, dat is het geleerde en een student die je terugvoert naar de eerste generatie, die je die kennis bijbrengt. En als er nieuwe zaken ontstaan, die zijn dan voor grote geleerden om daar een uitspraak over te doen. Maar dit zijn dingen die al zijn, waarover al eenstemmigheid is bereikt. Het kan niet zijn dat er vandaag de dag een ander geleerde komt die dan dat anders gaat interpreteren en vervolgens tegenstrijdig gaat handelen met wat er in de eerste generaties is bereikt, ook aan eenstemmigheid, en vervolgens zelf fatwas te gaan geven die tegenstrijdig zijn met de eenstemmigheid die bereikt is in de eerste generaties. En ook daarna door geleerden van al-Sunna wal-Jama'a. Dus het is heel belangrijk dat je ook de juiste keuze maakt. Een van de belangrijke eigenschappen van een student, vooral van een student, is al-Ikhlas. Wat betekent al-Ikhlas? Al-Ikhlas betekent dat je die kennis opdoet om jezelf te barmhartigen en op anderen te barmhartigen. Dat je die kennis opdoet omwille van Allah Ta'ala en niet om iets anders van het aards, van de aardse belangen. Dat is heel belangrijk. Het was zo dat geleerden, als zij beginnend studenten hadden, dan begonnen ze altijd met de hadith, een bekend hadith: Irhamu min fil ardi, yarhamkum min fil sama, arrahimuna yarhamuhumur rahman. Min la yarham, la yurham. Elk geleerde die met beginnend student begint, hij begint altijd met deze hadith. We noemen het in terminologie van hadith, hadith al-musalsal bil-awwaliyya, musalsal. Waarom noemen ze musalsal bil-awwaliyya? Want elk sheikh die een beginnend student krijgt, hij begint met hem met deze hadith. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fil sama, arrahimuna yarhamuhumur rahman, man la yarham, la yurham. Dat betekent, wees barmhartig voor degene die op aarde zijn, dan zal degene die boven is, dat is Allah Ta'ala, voor jou barmhartig zijn. Arrahimun yarhamuhumur rahman. De barmhartige worden erbarmt door Ar-Rahman. Men la yarham, la yurham. Diegene die niet barmhartig is, die zal ook niet erbarmd worden door Allah Ta'ala. Dus heel, heel belangrijk. Al-Ikhlas is belangrijk natuurlijk, is ook een voorwaarde voor elk daad, een goede daad. Ja, want elk daad die waarin geen ikhlas in zit, is geen goede daad, wordt niet geaccepteerd. Zo belangrijk, hè. Het is ook belangrijk, want een ikhlas, als je dat hebt, betekent dat wat is wat je doet. En ook kennis voorop, dat je dat doet omwille van Allah Ta'ala. Dan sluit je daarmee ria uit. Wat is ria? Ja, inderdaad, dus vertoon maken. Handelen omwille van anderen. Om geprezen te worden door anderen. Zodat anderen zouden zeggen bijvoorbeeld, nou, die man die heeft kennis. Of die man, dat is een goeie. Hij is er altijd. Hij, enzovoorts, enzovoorts. Dus omwille van anderen. Nou, ria, dat is een van de ziekten van studenten. Een van de ziekten.
Want als je begint met kennis opdoen en je vergaart een beetje kennis en je gaat verder, en zeker in deze tijd, zoals ik zei, waarin onwetendheid al om is, en je komt dus steeds in omgevingen waar weinig kennis is of geen kennis zelf, maar je hebt wel een beetje kennis, en dan is het heel snel, als je niet oplet, dat je jezelf gaat zien voor een groot geleerde. En voordat je het weet, heeft de duivel jou de das omgedraaid. En ben je weg. Want ria, vertoon maken, is echt een van de gevaarlijkste ziekten die de student bedreigen. En als je toegewijd bent aan Allah Ta'ala, als je ikhlas hebt, dan sluit je ria uit. En een van de belangrijke zaken die je helpen om een ikhlas waar te maken, is dat je jezelf in de gaten houdt. Uiteraard, op de eerste plaats, weet je dat Allah Ta'ala jou overal ziet en hoort, waar je ook bent. Hij kent de geheimen van je hart. Hij, zelfs als je een knipoog geeft, die anderen niet hebben gezien, hij ziet dat. Hij ziet alles. Hij is overal met zijn kennis. Hij hoort alles. Hij is alhorend. En hij ziet alles. Hij is alziende. Zoals hij gezegd heeft. Laysa kamithlihi shay wa huwa samia al-basir. Niets is aan hem gelijk. En hij is. Huwa samia alhorend. Al-basir. Alziende. En zoals ook hij gezegd heeft. Toen hij Musa a.s. en Harun zond naar Farao. Zij waren bang. Ze hebben gezegd, o onze Heer, wij zijn bang dat hij ons grijpt. Dat was een grote tiran. Het was een grote tiran met macht. Het was niet zomaar een tiran. Je hebt tegenwoordig ook van die tirans, maar ze hebben weinig macht. Ze hebben alleen maar macht over het volk. Dat ze onderdrukken en vervolgens worden ze zelf afgemaakt. Maar Farao was en een tiran, en hij had macht. Was een machtige man in zijn tijd. Musa en Harun zeiden, o onze Heer, we zijn bang. En Allah Ta'ala zei, ga heen, niet bang zijn, want ik ben met jullie. Ik hoor en ik zie. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Dus ik ben met jullie. Ik hoor en ik zie. Ga heen. En dat is wel heel belangrijk dat je dat weet. Want als je weet dat Allah Ta'ala jou in de gaten heeft, waar je ook bent, of je alleen bent, of met anderen, of je hier in de moskee bent, of op school, of op de markt, of op het werk, waar je ook bent, als je dat weet, dan zal je ook toegewijd zijn aan Allah Ta'ala. En dan zal je ook jezelf afrekenen. Jezelf in de gaten houden. Jezelf afrekenen voordat je wordt afgerekend. Zoals Omar radiyallahu ta'ala heeft gezegd. Hij zei, zinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hij zegt van reken jezelf af voordat je wordt afgerekend. En wazinu a'malakum. En leg je daden op de weegschaal voordat die voor jou op de weegschaal worden gelegd. Qabla an tuzana alaykum. Dan is het te laat. Umar radiyallahu ta'ala an al-Faruq die zei, als een muilezel, dus een dier, in Irak struikelde op de weg,
dan voel ik dat ik daarvoor verantwoordelijk ben. Verantwoordelijk ben. En door deze enorm, als het ware, waarmaking van aanbidding en deze enorme kennis van Allah Ta'ala, was het zo dat de duivel voor hem bang was. Als hij een bepaald weg insloeg, dan sloeg de duivel de andere weg in. Hij was bang voor Omar, radiyallahu ta'ala anhu, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Niet omdat hij Omar heet, nee, omdat hij belangrijke kennis had en volmaakt geloof, volmaakt aanbidding. Dus het is niet zo dat hij dat bereikt heeft omdat hij Omar is, omdat hij Omar heet. Hij heeft dat bereikt door zijn toewijding aan Allah Ta'ala. En als je dat wil bereiken, moet je ook die weg opgaan. Of inslaan. Dat is heel belangrijk. Het betekent dat je alleen op Allah Subhanahu wa Ta'ala hoopt. Dat hij jou helpt om die weg te volgen en om kennis op te doen. Betekent ook dat je je hart opent voor kennis. En dat wanneer je bezig bent met kennis, en eigenlijk met alles, maar vooral met aanbidding, dat je aanwezig bent. Dat je hart aanwezig is. Betekent ook dat je goed moet luisteren. We horen jammer genoeg heel vaak dat er hier gestoord wordt. Maar dan ben je niet goed bezig met kennis opdoen. Als je dat doet. Of dat je anderen stoort. En dan waak je goed over jezelf. Allah Ta'ala heeft gezegd: Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Inna fi dhalika ladhikra betekent voorwaar of waarlijk, daarin is een vermaning, is een aanmaning, daarin, waarin, in el Koran. Daarin is een aanmaning, is een vermaning. Maar voor wie? Voor iedereen? Nee. Voor iedereen in het algemeen, dat wel. Maar wie zal daar profijt van hebben? Alleen degene, zoals Allah Ta'ala heeft gezegd, لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. Degene die een hart heeft. Wat betekent? Alle mensen hebben toch een hart, of niet? Als je geen hart hebt, dan kun je toch niet leven. Maar wat bedoelt hier met een hart? Wat wordt hier bedoeld met een hart? Een levend hart. Een levend hart, dat is een hart dat leeft. Dat leeft met de openbaring. Zoals Allah Ta'ala heeft gezegd: Ya ayyuhalladhina amanu, stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah Ta'ala. En aan zijn boodschapper, als jullie oproept of uitnodigt naar datgene wat jullie doet leven. Dus een levend hart, dat is een hart dat leeft met en door de openbaring. Dat leeft met de openbaring en door de openbaring. Dat is een levend hart. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ betekent wie een levend hart heeft. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ. En ook goed luistert, scherp luistert. وَهُوَ شَهِيد. Terwijl hij aanwezig is. Betekent aanwezig is met zijn hart, met zijn gedachten. Als je hier bent, maar je bent afwezig met je gedachten,
dan zul je weinig profijt hebben van die kennis. Uiteraard, alleen je aanwezigheid hier is belangrijk. Alleen je aanwezigheid hier, daar heb je altijd profijt van. Altijd. Ook al kom je gewoon, je gaat zitten. Het zijn deze bijeenkomsten die gezegend worden. Die omringd worden door engelen. En waarop rust en barmhartigheid daalt. En zelfs diegenen die alleen maar komen voor iets anders, maar als ze blijven zitten, dan nog, zoals uit een ander hadith volgt, vergeeft Allah Ta'ala hen vanwege die daad. Dus dat is heel belangrijk. Belangrijk ook om profijt te hebben van kennis opdoen, is dat je je goed voorbereidt. Goed voorbereid betekent uiteraard voor jouzelf als student dat wanneer je hier komt, dat je een schrift hebt. Dat je een pen en een reservepen. Het kan zijn dat die pen het niet doet. Je moet dus een reservepen hebben. Maar ook schriften voor elk vak moet je een schrift hebben. En als je een klapper gebruikt, gebruik dan tabbladen. Scheid die vakken van elkaar af. Aqida, aqida. Fiqh, fiqh. Hadith, hadith. Sira, het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam, sira. Enzovoort. Scheid dat af. En schrijf. Heel veel mensen, vooral tegenwoordigen, ze gebruiken, nou ja, deze apparaten. En dan denken ze, dat is het dan. Waarom moet ik schrijven? Ik neem het toch op. Dat is niet de juiste wijze om kennis op te doen. Je moet leren schrijven. Heel belangrijk. Zoals ook men heeft gezegd, hè. Wie schrijft, die blijft. Je moet schrijven. Je moet leren schrijven. En als je schrijft, dan kom je ook tot de conclusie of je wel in je hersens geordend bent of niet. Want als je in je hersens goed geordend bent, dan order je ook je schriften, de vakken en ook de informatie die je krijgt. En als je niet goed geordend bent in je hersens, dat komt tot uiting ook in het feit dan dat je schriften niet goed geordend zijn. Dat datgene wat je schrijft niet goed geordend is. Je schrijft slordig. Je onderscheidt niet de hoofdzaken van de bijzaken. Dat heb je niet. Je schrijft midden, zijkanten, onder, maar kleine. Je weet niet wat belangrijk is. Je onderstreept niet. En dat betekent ook dat je niet goed geordend bent. Dus schrijven leert je ook. Een van de belangen van die profijten van het schrijven is eigenlijk dat je leert om jezelf te ordenen, om je hersens te ordenen. Dat is heel belangrijk. Je moet ook duidelijk schrijven. Niet slordig, niet te klein. En dan denken van ja, ik weet het wel. Heel snel, heel klein. Want als je het op een moment nodig hebt, dan kun je het waarschijnlijk niet meer terughalen. En daarom, toen men aan het imam Ahmed de vraag stelde over klein schrijven, hij zei, daar hou ik niet van, zegt hij. Want, zei hij, als je het op een moment nodig hebt, dan kan je het niet meer terughalen. Op het moment dat je hoort, dat je luistert, dan denk je van, het zit wel goed, hè? Maar na een week, na twee weken, na drie weken, vier weken, heel veel is dan vergeten. En dan is datgene wat je hebt geschreven wel van groot belang om het terug
te halen. Maar als je iets heel klein, slordig hebt gedaan, dan kun je dat niet meer goed terughalen. Dus dat is heel belangrijk. Ook belangrijk is dat wanneer je dat hebt gedaan, je doet kennis op, dat je die kennis ook verspreidt. En je moet niet wachten totdat je een groot geleerde wordt om kennis te verspreiden. Nee, wat je hebt opgedaan in kennis, moet je ook verspreiden. Waar dan ook. Sommige mensen denken, da'wa is alleen in de moskee. Nee, da'wa is overal. Overal. En da'wa moet je doen met wijsheid. En dat betekent ook dat je je goed gedraagt op de eerste plaats. Want als je je slecht gedraagt, ook al heb je heel veel kennis, dan zullen de mensen toch niet van je accepteren. Zoals Allah Ta'ala heeft gezegd tegen zijn profeet, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Als je Noors bent, als je grof bent, en hard, dan zullen de mensen weglopen van je. Degene om je heen zullen weglopen van je. Dus dat is heel belangrijk. En je moet niet wachten, zoals ik zei, dat je eerst een groot geleerde bent voordat je verder gaat. Voordat je kennis gaat verspreiden. Je moet wel Allah Ta'ala vrezen. Dat wil zeggen, je moet alleen datgene verspreiden waarvan je kennis hebt. Dat wil ook zeggen, je mag nooit afzonderlijk een fatwa geven als student. Als je een fatwa geeft, dan ben je eigen, geef je altijd een fatwa van een imam die voor je is geweest. Je mag nooit onafhankelijk. Je krijgt een bepaald vraagstuk. Je hoort het voor het eerst. Dan mag je geen fatwa geven. Want je bent geen geleerde met discretionaire bevoegdheid. Je bent geen mujtahid. Dus je mag ook geen fatwa geven. Wanneer mag je fatwa geven? Als student. Er moet altijd een imam voor je zijn geweest. Dus die fatwa, deze fatwa heeft gegeven. Je moet weten wat zijn bewijzen zijn. En je moet ook die bewijzen begrijpen. En er mag geen groter geleerde in de omgeving zijn. Dan mag je wel. Als er aan deze voorwaarden is voldaan, mag je dan wel die fatwa geven. Dat betekent, je zegt alleen datgene waarvan je kennis hebt. Je schrijft nooit een uitspraak aan een geleerde, terwijl je niet weet dat hij die uitspraak, of zij die uitspraak gedaan heeft. Dus wanneer je een uitspraak toeschrijft aan een geleerde, dan moet je zeker weten dat het ook zo is. Als je dat kan, dan moet je wel die kennis die je hebt verspreiden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Belligu anni walau aya. Walau aya. Als je één vers kent, draag het over. Maar draag alleen het over zoals het is. Ga niet dingen erbij doen waarvan je geen kennis hebt. Maar dat gebeurt vaak. Vooral als je een vraag wordt gesteld en je wordt gebracht in een moeilijke situatie en je wilt eruit komen en je wilt je niet laten weten dat jij daar geen kennis van hebt, dan gaat dat mis. Nou, we hebben het gehad
over kennis opdoen. We hebben het over gehad over een aantal zaken. We hebben het gehad over een aantal zaken. Als het gaat om kennis opdoen. En we gaan verder. Om te kijken hoe belangrijk die kennis is en wie zijn de kennishebbers of hebbenden. En het belangrijke natuurlijk is wie doet mee, maar behoort er niet bij. Want zoals jullie inshallah ta'ala wel weten, Allah ta'ala heeft duidelijk gemaakt wie de geleerden zijn. En ook zijn profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft dat duidelijk gemaakt. Zo duidelijk dat het voor een voor iemand die echt helemaal niet intelligent is, weet wie de geleerden zijn. En toch is het later zo ver gekomen dat het allemaal onduidelijk werd. Dat op een gegeven moment men niet meer wist wie nu wel kennis bezit en wie niet. Omdat men eigenlijk niet wist om welke kennis het ging. Want als het gaat om kennis, waar we over praten, dan praten we over de Koran, over de Sunna. We praten dan over de betekenissen van de verse, de betekenissen van de hadith. We praten over het juist begrip van de verse, het juist begrip van de hadith. We praten over wat halen we uit een geloofsleer uit de Koran en de Sunna. En wat halen we uit een ibadat, dus aanbiddingen. En ook een regels uit de Koran en de Sunna. Wat halen we uit de Koran en de Sunna? En goede eigenschappen en slechte eigenschappen. Daar gaat het om. Het werd allemaal onduidelijk voor heel velen, waardoor er niet meer duidelijk was wie geleerde was en wie niet. Met het gevolg natuurlijk dat mensen in verwarring zijn geraakt. En dat bid'ah enorm zijn verspreid. En men is zelfs die bid'ah gaan zien als godsdienst. En wat betekent nou bid'ah als we het hebben over bid'ah? Weet iemand van jullie wat het bid'ah betekent? Toevoeging. Ja, oké, voor toevoeging. Maar hoe definieer je het bid'ah? Dat is van de uitvinder. Dat is de taalkundige betekenis. Maar we hebben het over nu, want bid'ah heeft een taalkundige betekenis en heeft een terminologisch betekenis. Dus volgens de terminologie. Ja, voordat we overgaan tot soorten bid'ah, willen we eerst weten wat betekent het bid'ah. Definitie van bid'ah, wat betekent dat? En een van de definities is inderdaad heel omvattend is de definitie van Imam Shatibi in zijn boek L'Ihtisam. En hij heeft gezegd: al-bid'ah
Dat is tariqa fid din. Dat is een weg in de godsdienst. Tariqa fid din. En we zullen, inshallah ta'ala, terugkomen op deze woorden. Om te weten wat ze betekenen. Elk woord heeft een betekenis. Bid'a, dat is, zegt hij, tariqa fid din. Mukhtara'a. Tariqa fid din, mukhtara'a. Wat betekent mukhtara'a? Betekent, bid'a is dus een weg in de godsdienst. Die niet bekend was tijdens het leven van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ook tijdens het leven van zijn vrienden, sahaba. Yuradu bis suluk alayha, dat betekent waarmee wordt nagestreefd om dichter bij Allah ta'ala te komen. Yuradu bis suluk alayha, ma yuradu bis suluk ala shar'iyya wa ala sunnah. Dat betekent degene die bepaalde bid'a verricht, dus dat hij daarmee hetzelfde nastreeft als degene die een bepaalde sunna verricht, namelijk het dichter bij Allah ta'ala komen. En wat betekent dat? Dat betekent dat degene die een bid'a doet of verricht of volgt, dat hij dat ziet als aanbidding. In zijn visie is hij bezig met aanbidding. En dat is ook de visie van iemand die sunna verricht. Dus het streven van iemand die sunna volgt en iemand die bid'a volgt is hetzelfde. Maar waar is het verschil? Nee, het verschil is dat degene die al-bid'a volgt, dat is een weg, dat hij iets volgt waar geen bewijs voor is in de Koran of in de Sunna. Dat hij iets volgt dat onbekend was tijdens het leven van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en het leven van zijn vrienden. En dat betekent dat hij iets volgt dat niet van de godsdienst is. Of moet ik zeggen, dat niet van de juist godsdienst is. Of van de zuiver godsdienst is. Want het is een godsdienst geworden. Als je nagaat, de groeperingen in de islam, het zijn allemaal godsdiensten geworden. Maar het zijn niet de dien. Dus de godsdienst die Allah ta'ala wil. Duidelijk? Nou, en deze mensen die bid'a toevoegen en vervolgens ook volgen en vervolgens anderen naar uitnodigen. Een van hun belangrijkste kenmerken is dat zij al-mutashabih volgen. Wat betekent de mutashabih? Ja, maar als we praten over mutashabih, wat betekent? Mutashabih betekent datgene wat meer dan één betekenis heeft. Datgene wat meer dan één betekenis heeft. En wie kent de juiste betekenis van mutashabih? Geleerde. Huh? Allah ta'ala. En daarna geleerden. Want die voeren die mutashabih terug naar wat wij noemen het muhkam. Wat betekent het muhkam? Duidelijk. Precies. Datgene wat maar één betekenis heeft. Is duidelijk. Dus eenduidige woorden of verzen of uitspraken. En meerduidige woorden of verzen of uitspraken. Dat is el mutashabih. En mensen die de bid'a volgen, die volgen altijd al-mutashabih. Daarmee verduisteren ze de waarheid voor de gewone mensen die niet zoveel kennis hebben.
Het is dus belangrijk om te weten wie dan de geleerden zijn. Voordat we weten hoe belangrijk kennis is, dat weten we allemaal. En wat de beloning voor kennis is. En wie zijn de geleerden die zich onderscheiden van anderen? Dat zijn, die worden genoemd, al-ulama al-rabbaniyoon. Al-ulama, ja. Wat betekent de uitspraak van Sheikh Sadri? Tuna is sharia. Tunafis. Ja. Tushabih. Ja. Yani tushabih. Tushbih. Tunafis sharia. Hij staat ernaast. Want elk bid'a die toegevoegd wordt, komt in de plaats van sunnah. Iedereen die een bepaald bid'a toevoegt, doet hij een sunnah, of laat hij een sunnah sterven, zoals dat heet. Daarom is het zo gevaarlijk. Waarom is de bid'a zo gevaarlijk eigenlijk? Waarom komt de bid'a als het gaat om zonde meteen na afgoderij en koffer? Komt de bid'a. Ja. Maar waarom is het zo? Kijk, waarom is het zo gevaarlijk? Hè? En zo, als het was zo'n grote zonde, dat wanneer wij zonde gaan klassificeren, dan komt shirk en koffer uiteraard op de eerste plaats, maar daarna komt al-bid'a. Heima? Ja, dat is de reden. Degene die bid'a doet of uitvindt, hij stelt zichzelf naast Allah Ta'ala en zijn profeet. Waarom? Want wie verordeneert de godsdienst? Allahu Ta'ala en zijn profeet. Die verordeneren. Maar degene die dan een bid'a uitvindt, toevoegt, hij heeft zichzelf naast de wetgever, dat is Allahu Ta'ala en zijn profeet, gesteld. En hij doet dus, als het ware, zaken in de godsdienst, wat die niet behoren tot godsdienst, verordeneren. Daarom is het heel gevaarlijk. Daarom is het ook ernstig. En daarnaast, al-bid'a, dat is de oorzaak van verdeeldheid. Van verdeeldheid. Allah Ta'ala heeft de moslims opgedragen om bij elkaar te blijven. Om één gemeenschap te vormen. Om een eenheid te zijn. Hij heeft gezegd, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hij heeft duidelijk ons opgedragen om een eenheid te vormen. En hoe kunnen wij de eenheid bewerkstelligen? Vasthouden aan het boek. En de sunnah. Dat is hablullah al-matin. Zoals hij heeft opgedragen. En als er mensen zijn die dan dingen gaan toevoegen of zaken gaan veranderen, wat gebeurt er dan? Wat ontstaat er dan? Oneenigheid. Want er komen dingen die onbekend zijn, die de geleerden niet kennen. En ze gaan die dingen afkeuren. En als vervolgens diegene die dan bepaald bid'a heeft
uitgevonden, vasthoudt. En zijn bid'a, en hij nodigt mensen uit daarnaar en hij vindt volgelingen wat het geval is. Dan ontstaan er splitsingen, groeperingen, ontstaat een verdeeldheid. Dus daarom is het bid'a zo gevaarlijk, want het verdeelt de moslims. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat bid'a, dat houdt ook in zwaktheid, vernedering. Want als je verdeeld bent, dan ben je zwak. En dan ben je ook een prooi voor anderen. Je wordt dan makkelijk vernederd. Dus dat betekent, dat houdt ook bid'a in. Daarom is de bid'a zo gevaarlijk. Wie zijn dan, om terug te keren naar ons onderwerp, wie zijn de ulama? Dat zijn dus de ulama al-Rabbaniyun. En dat zijn diegenen die de mensen het dien leren vanuit de Koran en de Sunna. En volgens het begrip van de vrome voorgangers. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dus dat zijn degenen die mensen het dien leren. Het dien, dat is sharia of godsdienst. Maar wel uit de Koran en uit de Sunna. En volgens het begrip van as-sahaba. Dat zijn de eerste vrome voorgangers. En anderen die op hen lijken. Dus het gaat om uiterlijk. Want de ulama hebben bepaalde, natuurlijk, uiterlijkheden. Hè? Al-alim, dat is iemand die kleedt zich volgens de regels. Hij laat zijn baard groeien, omdat het verplicht is. Hij gedraagt zich netjes. En er zijn er bij die dat ook doen. Die ook hetzelfde doen. Maar het zijn ze niet. Zij behoren niet tot de ulama. Waarom? Of omdat ze geen kennis hebben. Of omdat ze afgedwaald zijn. Afgedwaald zijn. En zij nodigen mensen naar dwaalleer. Volgen een bepaalde dwaalleer. En zij nodigen ook anderen naar dit wel leer. Tayyip, zijn er vragen hierover? Die laatste, die ook een specifieke naam? Of die laatste. Welke? Die dwalende, die uitnodigt naar dwalen. Dat heet A'immat al-Dalal. A'immat al-Dalal. A'imma is meervoud. Al-Dalal is dwaling. Dat zijn dus imams, maar in de dwaling. En de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hij heeft ons gewaarschuwd voor deze dwaal. Voor deze dwaal leer, geleerde, om het zo maar te noemen. Hij heeft gezegd, in een van zijn uitspraken, Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatu al-mudilloon. Hij zei, het meest waarvoor ik bang ben voor mijn gemeenschap, dat zijn de dwaal-imams. Dus de imams in de dwaalleer. Waarom? Omdat zij de waarheid vermengen met de onwaarheid. En ze brengen het dan over alsof het de zuiver waarheid is. En zij voeren daarvoor bewijzen, maar bewijzen die behoren tot al-mutashabih, meerduidig. En zij kiezen voor de verkeerde betekenis. Daarmee volgen zij de waalleer en zij nodigen anderen ook
tot de dwaalleer. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: als jullie degene zien die de mutashabih volgen, pas op voor hen, zei hij. Want dat zijn degenen die Allah ta'ala genoemd heeft. Want zij volgen mutashabih omdat hun hart in hun hart of hun hart neigt naar het valse. Zoals Allah ta'ala zei: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. En diegene die in hun hart een zeig heeft, of hebben, wat is een zeig? Dat is neiging naar valsheid. Wat doen ze? Zij volgen mutashabih. Waarom doen ze dat? Daarmee streven zij الفتن, chaos, verdeeldheid. En ta'wili van de mutashabi. Zij zoeken dus ook de betekenis van de mutashabi. Maar de betekenis kennen ze niet. Want alleen Allah ta'ala kent de betekenis. En daarna de grote geleerden. Rasikhuna fil ilm. Zoals Ibn Abbas zei. Hij zei: en ik behoor tot rasikhuna fil ilm. Nou. Al-Imran, surat, begin van Al-Imran. Het is wel geopenbaard, zeg maar, dat het zo is. Het is wel geopenbaard dat hij dat is. Ja. Alles is geopenbaard, broeder, als het gaat om de godsdienst. Allah ta'ala zegt: ma farratna fil kitab min shay. Ja, ja, nee, niet, dat is niet geopenbaard. Oh, dat is goed dat u dat vroeg, nee. Kijk, geopenbaard is: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. En alleen Allah kent de betekenis van mutashabih en الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. En hij zei over zichzelf: en ik behoor tot die groep. Het zijn dingen die heel veel kennis, geleerden die heel veel kennis hebben. Rasig, ja, letterlijk eigenlijk, hij is iemand die stevig op zijn voeten staat. Rasig, ja, beweegt niet, standvastig. Nou, waaijak. Maar Allah ta'ala, als het gaat om de godsdienst, Allah ta'ala heeft zijn godsdienst voltooid. De godsdienst is voltooid. Het deen is voltooid. Dat betekent, ik kan er niets meer aan toevoegen. En ook niets meer van afhalen. De godsdienst is voltooid. Ja. Of ze het expres doen? Als er in hun hart, zoals Allah ta'ala zegt, een neiging is naar valsheid, dan doen ze het expres. Ja. En waarom doen ze dat? Om bepaald aards, iets van het aards leven te krijgen. Of aanzien, of geld, rijkdom, of iets kwaads aanrichten. Denk bijvoorbeeld aan een tovenaars. Waarom doen tovenaars dat? Terwijl veel van hen weten dat tovenarij koffer is. Al-ulama praten over hen. Al-ulama hebben hun plicht vervuld. Het probleem ligt niet bij al-ulama. Het probleem ligt bij de mensen die al-ulama niet kennen. En degene die wel ulama kennen, die volgen hen niet. Behalve degene die Allah ta'ala, waarmee Allah ta'ala barmhartig, of voor wie Allah ta'ala barmhartig is. Dat is het probleem. Ulama, wie zegt dat ulama
hun plicht niet hebben vervuld, is of onwetend, of volgt een dwaalleer. Een van de twee. Al ulama hebben gesproken. En zij spreken nog steeds. En zij verduidelijken nog steeds. En mensen handelen niet volgens de interpretatie van de ulama. Dat is het probleem. Mensen volgen hun begeertes. Mensen volgen ulama van dwaalleer. Waarom? Omdat zij hen fatwa's geven die overeenkomen met hun begeertes. En dan zegt hij, ja, maar dat zijn toch ook ulama? Of niet soms, zeggen ze dan. Dat zijn toch ook ulama? Ja, jij volgt jouw alim en ik volg mijn alim. Ik zeg, ik volg niet mijn alim, ik volg de profeet. Sallallahu alaihi wasallam. En de alim die verduidelijkt mij de weg van de profeet. Sallallahu alaihi wasallam. Maar jij volgt niet de profeet. Sallallahu alaihi wasallam. Dat is het verschil. Jij volgt gewoon je begeertes. En die ulama, du'aat al-dalaat zoals dat heet, de uitnodigers naar de dwaalleer, die zullen er heel veel zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat verkondigd. Hij heeft gezegd, Allah ta'ala zal al-ilm, kennis, opheffen. Door het laten sterven van geleerden. Als er geen geleerden meer zijn, dan zullen de mensen, zullen imams van dwaalleer raadplegen. Die zijn afgedwaald en ze laten hen afdwalen. Duidelijk. Hij heeft ook gezegd, over een periode die deze gemeenschap, als het ware, waardoor deze gemeenschap zal gaan, aanvankelijk was er onwetendheid. Allah Ta'ala heeft zijn boodschapper gezonden met kennis, met leiding. Wat is leiding? Dat is de juiste kennis. Narif, kennis. En de ware godsdienst. Wat is de ware godsdienst? Goede daden. Hij heeft hem gezonden. Met deze goedheid. En hij heeft gezegd. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Na deze goedheid. Zal er kwaad komen. Daarna zal het kwaad verminderen. En er komt weer goedheid, maar niet helemaal zuiver. Niet helemaal zuiver. Vervolgens zal er heel veel kwaadheid ontstaan. Totdat hij zei, uitnodigers die nodigen naar de hel. En de profeet Hudayfa, zijn vriend, zei, ja Rasulullah, wat zijn hun kenmerken? Wie zijn dat, die uitnodigers naar de hel? Hij zei, dat zijn mensen die onze taal spreken en die dezelfde huid hebben als wij. Dus het zijn ook Arabieren voornamelijk, die ook de Arabische taal spreken. Hij zei, wie gehoor heeft aan hun uitnodiging, die leiden ze de hel in. Nou. Hij, Allah Ta'ala, heeft aan zijn profeet geopenbaard wat wij nodig hebben
voor ons dien en voor ons leven. En hij heeft ons duidelijk gemaakt het begin en het einde en daarna en daartussenin. Nou, alles is duidelijk. Alhamdulillah. Die alleen op één manier kunnen begrepen worden. Mohkam. Ja, Mohammed. Ja, die ayat, wat voor ayat is dat? Dat zijn verzen die één betekenis hebben. Welke soort ayat? In welke categorie ayat wordt ook? Die komen overal in de Koran. Vind je in de Koran. Ze hebben één betekenis. Ze hebben geen meer. Ze hebben maar één betekenis. Niet twee of drie betekenis of meer. Degenen die dus meerdere betekenissen kunnen hebben, zeg maar. Die zijn duidelijk uitgelegd door de... Ja. Ja. Welke zijn er? Mag ik hem ook niet zeggen? Welke zijn er? Welke zijn er meer dan op de Koran? Mohkam. Ja. Wat wordt er precies bedoeld met de Koran zal... Kijk, de kennis gaat weg van de Koran of zo. De Koran zal... Zal opgeheven worden? Nou kijk, het kennis zal verminderen. En onwetendheid zal toenemen. Dat is sowieso. En voor het einde van de uren, voor het einde, dus van, zeg maar, van het aardsleven, zal Allah Ta'ala de Koran opheffen. Helemaal terug. Gaat terug naar hem. Ja. Blijft er... dan slaapt iemand die het Koran kent uit het hoofd. En als hij wakker wordt 's morgens, alles is weg. Nou. Dat is dus voor het einde. Er zal natuurlijk wel een periode komen voordat de uren komt. Periode van onwetendheid. Vervolgens krijg je dat er geen moslim meer overblijft. En daarna, dat betekent, het einde is dan nabij. Nou. Als er geen vragen meer zijn, dan zullen we het hierbij laten. En tot volgende week, inshallah ta'ala. Tot dan, mogen Allah ta'ala jullie beschermen. Amin. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.